verklaring is uitgewerkt, gekopieerd. Lees hem nog even door. Graag je handtekening eronder, dan kan ik mee aan de slag. Wat kan je eigenlijk doen? Ik bedoel, vorige onderzoek heeft ook niks opgeleverd. Dat kwam door een samenloop van omstandigheden. Ja, dat doet er niet toe. Het is je niet gelukt. Dat jij niet meteen aangifte hebt gedaan van diefstal uit het ziekenhuis, maakt het er niet makkelijk. Ik heb jou nergens de schuld van, hè? Het is IJsens, is ongrijpbaar. We gaan dit opnieuw serieus aanpakken. Ik stuur een forensisch team naar het ziekenhuis en ik ga natuurlijk met IJsens praten. Praten. Ik geloof echt dat ze toegeeft. Als ik het zomaar kon vastzetten, dan deed ik dat wel. Het is volkomen zinloos. Wat zeg je nou eigenlijk? Ik trek mijn aangifte in. Dan ontloopt ze haar straf zeker? Ik los mijn problemen met haar zelf op. Goedemorgen. Niet? Ik zeg net tegen Menno dat ik mijn problemen met jou zelf oplos. Welke problemen? Of denk je soms dat ik daar de ballen niet voor heb?